Nee, het lijkt precies voor jou hangen op tegen. En dan weer gewoon even wat gezonder gaan leven. Het is een hele tijd geleden, maar ik ben niet met. Dus misschien dat je hem later dan toch wel leuker vond. Maar ik vond het eigenlijk gewoon spontane anticonceptie om hem alleen al te zien, zeg maar. Goedemorgen, het is goedemorgen. Dinsdag ja. En we gaan naar school. En mijn handen zijn zo koud. Zie je ze? Het is gewoon water nog op de ramen. Ze dacht even dat we al moesten gaan krabben. Nee, dat dacht ik helemaal niet. Oh. Ik dacht als je je hand erover doet, gaat het toch weg. Kijk. Ja, en niet van binnen doen. Dan, ik blaas hem wel weg, want als je het met je vingers doet, krijg je allemaal van die strepen in de ruiten. Dat is niet heel prettig. Dus kijk, deze... Dan gaat deze ook aan en dan maakt hij de ruiten helemaal droog. En ik haal het ook altijd naar buiten, die ruiten is maar veel herrie maken. Terwijl we hebben gekeken, ze zijn gewoon helemaal goed nog. Dus heel vaag. Kijk, als die nu gaat blazen, dan krijg ik zo een zicht. En nu kan ik het op de parkeerplaats waar ik kan zien. Tegen de tijd dat ik de parkeerplaats afrij, heb ik zicht. Via het zijraam kon ik wel zien en ik kan dus daar wel goed kijken. En ik kan het niet zien. Nee, het lijkt precies voor jou hangen op tegen. Ik ben er thuis, gelijk de waterkoker aangezet, want ik heb echt trek in thee. En ik heb lekker lasagnetjes meegenomen. Dan had ik zo'n trek in. En dan moet je naar huis. En ik wil zo'n beetje in de auto eten, omdat die dingen zo verschrikkelijk kruimen. Dus even ophangen. En ik heb vandaag wel even met mijn Shinka staan praten, maar ik ben nog redelijk bij tijd thuis. Dus ik ga me vandaag echt wel even flink nuttig maken in huis. Ik heb gelijk even wasjes gedraaid. Die van één achteruit opgehangen en die andere staat links draaien. En nu even aan mijn vitamintjes werken. Ik eet mandarijntjes eigenlijk altijd per 3. Ik weet niet waarom dat is. Anders, ik weet niet, 2 is te weinig, 4 is te veel of zo. Eigenlijk bijna altijd per 3. En ik probeer wel echt weer even goed op mijn fruit te letten. Want ik ben gek op fruit. Altijd al geweest. Behalve meloen. Meloen heeft die typische meloensmaak. En dat is precies wat ik niet lekker vind aan meloen. Dus dat is ja, echt de enige fruitsoort zeg maar, die ik gewoon niet eet. Gewoon niet lekker vind. Maar goed, met die lockdown en alles... merkte ik dat ik best wel veel ongezond ging eten. Uit een soort verveling of zo. Of ik weet niet. En ik merk gewoon dat ik dat echt minder moet doen. Mijn huid is ook slecht. En nou weet ik dat dat niet door voeding komt. En ik heb ook dat spul ervoor. En daar ben ik nu ook weer fanatiek mee bezig. Maar ik denk dat gezonde voeding altijd wel weer helpt om iets te herstellen. Dus al met al moet ik er echt op gaan letten dat ik gewoon echt weer... op mijn oude niveau terugkom qua fruit. Want ik at echt 2, 3, 4 keer per dag minimaal fruit. En daar heb ik het altijd heel goed op gedaan. Wel al die draadjes eraf. Ik haat draadjes op mijn draaien. En dan weer gewoon even wat gezonder gaan leven. In plaats van elke dag net aan 1 stukje fruit. Oh, heel wat dingetjes gedaan die ik even niet kon filmen. Want er kijken ook nieuwsgierige oogjes af en toe. En er was net opgehangen en nog een was erin gegooid. En nu moet ik ook 5 minuten de deur uit. Dus ik dacht, ik ga 5 minuten even helemaal niks doen. Want het is zo weer rennen vliegen uurtje. Tijd om de deur zo uit te gaan. Maar ik moet echt heel veel meenemen. Ik heb wat boodschappen voor mijn moeder meegenomen. Maar wel handig als ik die ook aan mijn moeder geef. Ik heb bakjes eten voor opa, die moet ik mee, want mijn moeder gaat daar donderdag naartoe. Dus die kan ze dan aan opa geven. Dus ik moet dat weer alles bij elkaar. Ik hoop dat het wel allemaal in deze tas past. Nou, de tas zit zo vol dat hij niet eens meer dicht gaat. Maar goed, het hoeft er niet heel lang in en bij elkaar gaat het toch wel koud blijven.
Zo vind ik paars en blauw wel mooi bij elkaar. Maar niet elke paars en elke blauw. Met lichter vind ik het mooier dan met donkerder. Maar bijvoorbeeld lichtpaars op donkerblauw vind ik mooier, bijvoorbeeld in kleding, dan lichtpaars op lichtblauw. Snap je dat? Ja. Of lichtblauw met donkerpaars. Juffrouw Tatu? Ik ben geen Tatu. Nee, juffrouw Tatu. Ik zeg niet dat je een Tatu bent. Kijk. Ja, je hebt allemaal tatoeages op je hand. Dat heb ik helemaal zelf gedaan. Wauw. En ik ga alle smartjes in één keer in mijn mond stoppen. Oh, dat deed ik ook altijd. En dan zie je zo. Ja. Maar je hebt er een heleboel op. Ik heb iets heel moois gevonden, ja, mama. Ja, hij is cool, hè? Ja. De paddenstoel. Het is een bakje eigenlijk. Kijk uit, die ging er bijna op staan. Hij is cool. Zie je de andere kant op kunnen kijken? Een stiltje. Oh. Hij is die ook heel mooi, hè? Ja. Er komen de sporen uit. Ja, dat weet ik. Zien we nog een paddenstoel? Oh, wat wou jij zeggen? Ik zie in de verte. Oh, wat zie je even paddenstoel? Nou, deze paddenstoelen weten we niet wat ermee gebeurd is, maar het ziet er niet goed uit. Volgens mij zijn ze in de brand gestoken. Oh, kijk, hier staat er nog wel eens, hè? Die moet alleen nog groeien, maar hij is wel mooi. Cool, hè? Ja. Oh, en we hebben weer andere paddenstoelen gevonden. Deze overbelicht een beetje. Deze. Dit is met een hoedje. Het is een hele tijd geleden, maar ik ben weer met Denise. Ook hakte je hoofd eraf, zag je dat? Oh nee, dat zien we echt vet over. Gezellig. Denise is een beetje druk geweest met school, dus die heb ik een beetje weinig gezien. En nu even kletsen. Ook moet die spullen zo even voor je pakken. Ja, dat kon je vergeten. Daar kwam jij ook voor, ja, zeg maar. Ja, ontploft. Ja, gewoon, nou ja, als ik me ook niet vast zat, dan was ik me ook kwijtgeraakt. Soms wel even lekker, denk ik. Zonder hoofd? Ja, gewoon even je hoofd kunnen laten liggen of zo. Ja. Je gedachten. Ja, dus als je dat zo bekijkt wel, ja. Ja, het zou wel een goede zijn. Want het is gewijn. Dat... Ja. Tikkie scheef? Ja, want het was heel raar. Ze hingen allemaal gelijk en toen wilde die op de een of andere manier niet goed blijven hangen. En toen zakte hij er één omlaag, maar dat vond ik wel grappig omdat er nog drie zijn. Ik wil maar hangen. En nu trekt hij elke keer scheef. Maar dan hang ik hem recht en blijft hij een tijd recht hangen en dan gaat hij opeens scheef. Het scheelt ook niet heel veel of zo, maar je ziet dat weer net. Maar dat gaat zo langzaam. Wat dat... Met verjaardag in je wel recht. Het is ook een leuk gesprek voor je blog, maar... Ja, heel leuk. Ja, ik zie alleen dat ze scheef hangt. Ja, I know. En dan doe ik hem weer recht en dan gaat hij heel langzaam. Maar echt, hij doet er echt 3 weken over en dan gaat hij hier naartoe of zo. Oké. En dan denk ik na 3 weken, oh ja, hij houdt weer scheef en dan hang ik hem even recht. Oké. Ja, heel verhaal. Heel verhaal. Marco is weer thuis, Denise is weg. En wij gaan weer Married at First Sight Australia kijken. En we vinden het helemaal leuk. Dus ik ben echt benieuwd, want zoveel hebben we natuurlijk nog niet gekeken. Maar als het goed is komen er ook nog nieuwe stellen in. Dus ik ben echt wel heel benieuwd wie er dan in komt. Oké, we hebben Married at First Sight gekeken. En ik wil zeggen, 1 stel was heel erg leuk. Die kwam er nieuw in. En dat was echt een wat ouder stel. Daarvan hadden we echt zoiets, oh, zij zijn echt leuk samen. En we hopen echt wel dat zij het redden. En andere stel, ja, zij was op zich wel lief, maar hij... Ja, ik weet niet. We hadden allebei echt zoiets van hoe dan. Dus ja, misschien dat je hem later dan toch wel leuker vond. Maar ik vond het eigenlijk gewoon spontane anticonceptie om hem alleen al te zien, zeg maar. Goed, Marcus aan de bed. Ik ga ook lekker slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei!